Springpaarden van Nederland. Overhandigd hier zijn het aan Jeroen de Blauw. Hoi allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag op Indoor Brabant de Dutch Masters met Go Social Talent. En kijk eens boven mij. Boetje. En ik sta nu in de Go Social Talent stand. En ik moet jullie zo echt iets heel erg leuks laten zien. Jullie zien het al achter mij. Maar er hangen hier allemaal vlaggen van Boots. Dat is echt super leuk. En ja, ik heb er super veel zin in. We zijn, het is nu volgens mij, even kijken, volgens mij 12 uur. Ja, 12 uur en we zouden hier eigenlijk al om 10 uur moeten zijn. Maar ik had weer autopech. Mijn auto die is kapot. De startmotor of zo, die doet het niet meer. Dus we hebben hem aan moeten duwen, dus ik kwam hier eigenlijk te laat, 12 uur. Maar er is nog helemaal, ja, het is nog niet open. Kijk, iedereen is nog aan het opbouwen. Dus ja, eigenlijk gelukkig dat het nog niet is begonnen. Want we zijn dus ruim op tijd, want het begint pas om 4 uur. Dus ja, dan heb ik even alle tijd om jullie alles te laten zien. En ik heb ook de Go Social Talent teamkleding aan van Montar. Daar ben ik super blij mee. Zit echt heel erg lekker. Was ook nog pech, want mijn pak drink had gelekt op mijn andere shirt. Dus nu heb ik deze aan. Allemaal pech, maar uiteindelijk is het goed gekomen. En ja, de stand is echt mega groot van Go Social Talent. Het kit begint al helemaal hier. En dan eigenlijk helemaal daar. Tot daarachter. Echt super groot. En dat ga ik jullie nu even laten zien. Hoe leuk is dit? Mijn kleine Bootsie hangt hier even vanaf de andere kant. Dan is die iets scherper. Ja, kijk. Hoe super leuk is dit dat Bootsie hier hangt? Ik ben echt heel erg trots hierop. Dat mijn kleine mannetje zo hangt. En hij hangt er niet één keer. Maar echt 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer of zo. Dus dat is natuurlijk een superleuk aanzicht. Want je komt zeg maar hier zo binnen. En dan zie je meteen Boots hangen. En ik ga jullie nu even een rondje door de ja, Go Social stand laten zien. En dit is dus als het goed is het kinderstukje. Hier gaan we dus ook hoefijzers verven en tekenen en allerlei leuke spelletjes. Kijk, je ziet het hier al. Heel erg leuk. En dan hangt Boetje hier weer. Kijk, je ziet hier ook al die kinderspellen. Cowboyhoed gooien, echt leuk. En dan heb je hier een hele grote banner met de Go Social Party. Maar dat, waarschijnlijk weten jullie al wat dat de party op 20 april 2019 is. En zoals je ziet zijn wij er allemaal bij. Heel erg leuk. En dan is dit nog een beetje het... kinder gebeuren. En dan heb je hier Go Social Meet and Greet. Dus waarschijnlijk gaan we hier de Meet and Greet houden met deze foto van Marley en Olympus. Is ook echt heel erg gaaf geworden. En dan hebben we hier een beetje het zakelijke gedeelte. En hier de Go Social Stage. Echt leuk. En we zijn hier nog een beetje aan het bouwen. Zo ziet het eruit. Heel mooi chic is dit. En dan heb je hier echt een beetje het ja, het kindergedeelte. En voor de rest is die mega groot. En hier zijn ze even met een hengst. Tenminste, ik ga ervan uit dat het een hengst is, want hij loopt alleen maar te brullen. Even aan het wennen. Dus ja, dit is hoe het er zo uitziet. En het is nu nog helemaal leeg. Maar waarschijnlijk staat het straks helemaal vol. Echt heel erg leuk. Nou, wij zitten weer even in de stand. We hebben net een rondje gelopen. En ze zijn hier allemaal aan het inrijden. Dus ja, we hebben echt een heel leuk uitzicht. Daarachter rijdt Edward Gaal. Ik kan kijken als hij zo voorbij komt of ik hem nog een keer kan filmen. Ik vind echt dat hij heel goed kan rijden. En hier liggen wat foldertjes van de Go Social agenda. Ik sta hier ook in. Echt super leuk. En natuurlijk van de party. We hebben ook allemaal flyertjes. Ik was net op tijd. Megan is even dingetjes aan het passen. Ik hou echt niet van roze, maar deze kleur is echt gaaf. Ja, die vind ik ook al mooi. Zit die fijn? Zit echt lekker. Wat top. Mevrouw kan weer eens niet kiezen. Stress, ik sta helemaal rood uit. Ik krijg allemaal vlekken. Ik wil graag kleding van La Fontana laten drukken, maar dat wil ik niet bij zo'n standaard bedrukzaakje doen. Kleding vind ik niet mooi, ik vind deze heel mooi. Met hier dan La Fontana op.
En deze jas heb ik net gesloten, maar deze is nu voor de helft afgeprijsd. Dit is zo'n fijne jas. En ik wil dan misschien nog deze body warmer. En dan wil ze ook nog deze. Ja, maar dat kleurtje leuk, maar ik ben niet rijk. Ik moet kiezen. Nou, 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 nou. Huh? Nou, 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 nou. Nee, was maar rijk. Nou. Maak een keuze. Ik kan niet kiezen. Wij zitten een beetje te kijken bij het inrijden. En we zitten met Megan, Glaston en Ezra. Zwaai even. Hallo. En daar is Floor. En daar hebben we net wat fotootjes gemaakt. Het was echt heel mooi geworden hier. En daar is Boots. En daar is Boots. Daar is Boots. En daar ook. En daarachter. En dit zijn de nieuwe kaarten. Ja, het is echt mooi geworden. Zo, het is inmiddels al wat later en Ezra en Glaston en Kim van Hart voor Paarden is er ook. En, scherp stellen. Er zijn net een paar meiden geweest voor de meet and greet, dat was super leuk. En nu gaan we maar eventjes een rondje lopen, want nu zijn alle kraampjes ook open. Dus ja, dan kunnen we net eventjes iets meer zien als dat ze nog dicht zitten. Dus ja, wij gaan gewoon even gezellig een rondje lopen. En ik probeer jullie natuurlijk zoveel mogelijk mee te nemen, want dat is ook wel leuk dat jullie wat gaan zien. Dus en ze zijn hier al lekker aan het losrijden achter mij zo. Kijk, daar zo. Allemaal hele leuke steentjes. Van alles wat. Hier is het losrijden, dat heb ik jullie vanochtend ook laten zien. En dan daar zo is de Go Social stand en daar kom je binnen. En dan eigenlijk loop je via deze weg, ga je zo naar de stands. Jongens, ik vind dit zo'n mooie beugel. Klap jij hem eens los? Kijk. Dat is los? Ja, is wel mooi. Dus van Tech Stirrup. Echt heel gaaf. Ook, er zit ook van die pinnen in, dat je voet er ook niet echt doorheen kan schieten. Ja, ze doet het inderdaad wel eens met zo'n donut, volgens mij heet dat, maar dat werkt volgens mij echt niet. Voor geen meter. Nee, ik weet het. En dit is dan wel... En hoe merk je dan dat je... Hol moet bovenop uitkomen. Okay. Dit is, je voelt het. Het is als een soort badje. Ja? Mm-hmm, ja. Zo heb je dus dat leuke... Oh, dat is mooi, Megan. Tof, hè? Oh, ja, kijk dan. Gewoon bij mezelf. Gewoon het, wat ik nu doe. Alleen, ja? Het enige wat je moet weten, strak omhoog. Die blauwe haar. Ja. Dus ertussen, verspreiden, omhoog trekken, naar voren rollen en naar achter knikken. Nou, is wel leuk. Oh, en dan doe je hem daar. Ik kom dus nu precies niet uit. Dus zo moet je hem 1 centimeter langer doen, toch? Ja, ik draai hem gewoon om. Oh. Ja. En dan doe ik hem weer op dezelfde plek. Oké. Ja, ik ook. Het leek zo makkelijk. Ja? Ja. Jij maakt mij kaal. Hè, laagjes. Ze springen al die dingetjes eruit. Nou, Ezra heeft het even gefixt voor ons hoor. Dan kan ze het zelf zien. Oh ja. Dit is altijd perfect, maar hier sluit hij en dan doe ik altijd even zo... Een speldje daarin. En dan heel veel haar. En hier moet je wax doen of gel, want dan blijft het zo mooi naar achteren. Nou, we gaan het wel even fixen, Megan. Ja, ik vind het leuk. Nou, thanks to Ezra. Hey. Wij willen in deze vlog illegaal een oproep doen. Wij willen heel graag naar de 10.000 abonnees op ons kanaal trafgekeurd. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het alsjeblieft. En dan kun je ook onze video's zien en ook van Glassie. En vinden we leuk. Vinden we heel leuk. Yes. Wij zitten nu hier binnen en we hebben lekker eten gekregen, aardappels, ja, een soort groentemix en van alles wat, super lekker. Dus ik ben echt heel chic. Het lijkt bijna een restaurant. Super goed geregeld, dus wij gaan even lekker eten. Oké, jongens, wij moeten jullie iets laten zien. De nieuwe La Vitana vrachtwagen. Oh, kijk eens hoe mooi. Oh, wat gaaf. Tam, 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 tam. Oh mijn god. Dit is zo gaaf. Wow. Oh, dit is echt heel erg mooi. Ja, hier gaan wij echt gewoon. Oh, dit is zo gaaf. Wow. Kijk dan. Er zit gewoon een hele keuken in. Oh, wat gaaf dit. Zo.
Kijk, dan heb je hier gewoon een hele zithoek. Ik wil even één keer zitten hoor. Dit is echt heel gaaf, jongens. Wow, het is echt mooi. Nou, het is ondertussen al donker, wat jullie waarschijnlijk niet kunnen zien. Wij zijn nu nog als laatste. Glassen en Esra zijn nu ook weg. En Esra heeft mij nog eventjes een mooie knot gemaakt. En ja, zoals jullie zien, de stand is helemaal leeg. We zijn er als laatste. Dus ja, ik ga nu naar de auto. En ik hoop zo erg dat mijn auto gewoon aangaat en start. En ik gewoon naar huis kan rijden. Want ja, ik weet niet of ik het jullie had gezegd, maar mijn start, motorstartkabel, I don't know, was kapot. Mijn auto startte niet meer. Toen hebben we hem in de twee aangeduwd, opgetrokken. Nou, echt ellende. Dus ik hoop dat mijn auto nu doet. Anders moet ik hier achter daar op die springkussens blijven slapen. En daar heb ik niet zoveel zin in. Dus ja, ik ga nu naar huis. Ik zeg Boets, even gedag. Doei Boets. Dus ja, wij gaan nu eventjes de auto zoeken. Ik weet niet precies meer waar mijn auto staat. Hallo. De beste! Hey! Oké, ik was eventjes aan het vertellen dat ik ondertussen naar de auto loop. En toen kwamen nog eventjes een aantal meiden tegen. Nog even een fotootje meegemaakt. En ik kreeg nog zo'n heel lekker cakeje. Ja, spulletjes mee. Ja. Staat daar buiten een dikke limousine. Zo, zo. Hey. Dus ja, wij gaan even de auto zoeken. Ja, we moeten helemaal naar de andere kant. Dat wordt een beste rondreis, maar laten we maar vast beginnen met lopen. Ja. En dan zondag zijn we weer superleuk. Vandaag donderdag. Ja, donderdag. Ja, ik hoop dat mijn auto doet. Hoi allemaal, we zijn weer op Indoor Brabant, de Dutch Masters. Vandaag de laatste dag, dus vandaag zondag. En vandaag is het ook de laatste dag dat de meesten van ons aanwezig zijn. We hebben ook een meet and greet en een Q&A. Dus ja, ik heb er super veel zin in. Maar ik was ook de enige volgens mij die er iets over gezegd had in het verhaal. Ja, dat ben je. En dan ben je ergens tegen zo. Even allemaal hoi zeggen. Hoi, hoi. Is dat de main arena? For starting this competition for gorilla jumping. To the entrance of the arena, the number one noise. En het was super leuk, want we deden dan de Gracie Horse Challenge Show. En dan deden we Marley tegen de talent en tegen de kinderen. Dat was super leuk. Uiteindelijk heeft Marley gewonnen. Dat is ook wel knap, want hij ging liggen. Terwijl hij dat heel erg spannend vindt, zei Feline. En we gaan nu naar de Go Social stand. Want daar hebben we dus een meet and greet met alle YouTubers. Of met alle talents. Dus het is een beetje doorlopen.
Maar we hebben er in ieder geval echt super veel zin in. En ik hoop ook dat er veel van jullie naartoe komen. Dus ja, we hebben er zin in. Het is hier echt super leuk. Dubbel dan als eerste de oud-Olympisch kampioen. En in de leiding van bondscoach Ron Erens, die is hier natuurlijk nog. En eerst dus op zijn eigen paard Zenit. Mij zei, ik ben er klaar voor om dat boek moeten leren natuurlijk, maar daar was hij er ook klaar voor, 3 jaar lang, en dat is ongelooflijk, chapeau. Dankjewel, Rob Erens. Joep, na de volgende successen met de Schiem, heb je met Zenit SFN weer een absolute topper op het zadel gehad. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om met dit sensibele paard Zenit iedere keer weer voor die grote kampioenschap in topvorm te zijn en te pieken? Ja, Bert, dankjewel. Voor mij was het vanaf het begin af aan dat ik met Zenit begon te werken, was het voor mij duidelijk dat het een paard was. Niet een paard waarmee je elke week probeert proeven te gaan winnen. Daar was hij te sensibel en te delicaat voor. Het was het type paard wat je kon toewerken naar iets groots. En dat voel je eigenlijk direct vanaf het begin. Dat hij veel in zich had, maar dat hij er wel naartoe gebracht moest worden. Respect en aandacht voor hem, want dat heb ik deze dagen wel meegekregen, hoeveel aandacht er voor hem nou ook voor dit afscheid is. En hoeveel respect er van alle kanten komt. Één groot dankjewel ook voor het publiek, voor het Nederlandse publiek en het internationale publiek natuurlijk, voor dit geweldige paard. Thank you, Zenit, en thank you. Prachtig.
Jeroen, ik wil de mensen het team achter een herinnering aanbieden. SMN-voorzitter Henke Wultinghuis. Daar gaan we toch even voor staan, dames en heren. Springpaardenbond Nederland. Overhandigd hier zijn het aan Jeroen de Blauw. SFN zijn het bedankt. En een applaus, laat het nog horen, laat die vlaggetjes zien. Jeroen, het is nu tijd voor de laatste eerronde met Zenit. Onder begeleiding. Nou, ik ben ondertussen thuis. Ik heb niet heel veel meer kunnen filmen. Dit is omdat ik alle beelden vrij wou houden voor het afscheid van Jeroen Dubbeldam en Zenit. Dus ja, ik heb helaas niet meer kunnen filmen. Maar ik denk dat de video al wel lang genoeg is. Het was echt een prachtig afscheid. Ik heb echt met een brok in mijn keel zitten kijken. Het was echt super mooi. Ik hoop ook dat YouTube de beelden accepteert en niet dat mijn video wordt geblokkeerd. Want er zit natuurlijk wel gezang in. Dus stelt dat het gezang er niet in voorkomt van Glennis Grace, dan weet je dus waarom. Dan is dus waarschijnlijk de inhoud geblokkeerd. En moet ik het er dus helaas uithalen. Heb je het nou wel gezien? Nou, dan hebben jullie gewoon heel veel geluk, want dan konden jullie er toch een beetje bij zijn. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Geef deze video zeker een like omhoog als je het afscheid van Jeroen Dubbeldam en Zenit ook super mooi vond. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende video weer. Doeg!